Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen de grens overstaken en zo ons land meesleurden in een oorlog die 4 jaar zou duren. Naar aanleiding van die herdenking organiseerde de stad Gent een wandeling op de Westerbegraafplaats in Gent. Kunsthistorica Anne Gernolsteen vertelde erover de verhalen achter de graven op het historische kerkhof. Morgen krijgt u hierover een uitgebreid verslag in onze nieuwsuitzending.